Ja, hij had gepoept. Dat is een poep in je broek. Goedemorgen, Olivia. Ben je lekker aan het fietsen? Ben je aan het fietsen? De laptop van papa staat in de weg, hè? Ja. Good morning en welkom bij de tweede vlog. Het is zaterdagochtend en we zitten nog half in bed. Ik ga me nu even aankleden, alleen niet opmaken, want Bibi haar stiefzusje is jarig. Daar gaan we even naartoe, Sam. Ja. En ik ga daarna naar een spraytan, dus ik kan nog geen make-up op doen. Dan ga ik mee, dat vind ik leuk. Ga ik kijken. Ga je kijken naar de spraytan? Ja. Met Olivia. Ja! Ik weet alleen niet of die lucht slecht is. Wat zeg je? Ik weet niet of die lucht slecht is van die spraytan. Maar ze hebben een tuintje, anders kunnen jullie in een tuintje wachten. Oké. Okay, dus... Gaan we daarna een Yves Saint Laurent t-shirt van mij kopen? Nee, mijn vader komt daarna langs. Maar jij zou een Yves Saint Laurent t-shirt van mij kopen? Ja, maar ik had zo'n leuk Saint Laurent shirt gezien voor Sander. En die zou ik bestellen, alleen dat was ik die dag vergeten. Toen wilde ik hem de volgende dag bestellen, toen was hij uitverkocht. Omdat het hele internet afgevroegd was. Toen was hij er niet meer. Sorry, Sam. Ik koop een ander mooi cadeau voor je. Maakt me niet uit, want jouw samen zijn met mij is het grootste cadeau dat ik ooit gehad heb. Je slijmt. Je bent aardig vandaag, omdat je de croissantjes hebt opgegeten. Ja, en ik wil vanavond obviously nog meer kinderen maken, dus ik moet de hele dag lief zijn. Oké. Flauw. Oké, tot zo. Ja, hij had gepoept. Dat is een poep in je broek. Poep in je broek. Ik heb me even snel aangekleed en we zitten in de auto. Olivia slaapt zo goed als bijna. En we gaan naar de stiefzusje van Bibi, want die is jarig vandaag. Dus gaan we even een stukje taart eten en dan daarna ga ik even naar spraydan. Dus ik heb zwarte oude kleren aan en dan geef ik een poep. Oké, sorry guys, ik heb helemaal niet gevlogd op de verjaardag van Lola, maar de hele familie was er. Dus ik dacht, ik ga even niet vloggen. Nu gaan we naar Knap, ga ik een spraydan doen. En dan gaan we naar huis. Dan komt mijn vader op bezoek. Toch, Sam? Yep. Was gezellig, hè? Ja. Zo lekker eten. Echt, die pannenkoeken waren echt heerlijk. Ja. Vond je niet? Ja, super. Let's go. Ik ben bij Knap en ik heb net bed zonder mijn ogen gehad. Dat is toch een beetje vet, maar ik ga nu naar het hok waar ze de spraytans doen in de tuin alleen. Het regent zo hard. Kijk. Oké, de spraytan zit erop. Jullie kunnen niet echt goed zien, maar ik ben wel echt... Ik heb oude kleding aan, mochten jullie denken, what are you wearing? Ja, ik ben weer lekker bruin. Let's go home. Boomba. Boomba. Olivia is ingesmeerd. En ik heb net pets onder mijn ogen afgetrokken, alleen ik heb die spray deels meegetrokken. Maar goed, als ik straks mijn gezicht gewassen heb, is dat wel weer... Dezelfde kleur en mijn vader zegt al een uur te laat. Ik weet niet wat hij aan het doen is. We gaan even de was doen en dan ga ik daarna kijken voor een... Als mijn vader weg is, koffer pakken voor Parijs. En kijken voor een nieuwe iPhone even. Denk dat ik even naar de mediamarkt ga. Dus wil je lopen? Wil je Boomba kijken, schat? Maar de tv is uit. Oh, daar is opa. Opa. Alright, het is even later. Olly is naar het park gegaan met Sander. En het moment is gekomen dat ik mijn koffer moet inpakken voor Parijs. Want morgen gaan we naar Twente. Sanders vader woont in Almelo, zoals de meeste van jullie waarschijnlijk wel weten. En daar gaan we even op bezoek. Dus ik hou niet van die last minute inpakstress. Helemaal niet als ik weet dat ik veel outfits mee wil nemen voor Parijs. En weinig tijd heb om om te kleden. Dus... Let the packing begin. Ik doe wel, naast niet, doe niet altijd, maar het beste is wel als je inpakt voor dit soort weken. Waarin je weet dat je minimaal 6 tot 8 outfits nodig hebt. Ik moet minimaal 6 tot 8 foto's maken. Dan is het altijd wel handig om na te denken wat je aandoet en het even aan te trekken. Wat ik altijd doe zelf, want ik vind het leuk om mooie foto's voor Instagram te maken. En ik ben heel vaak in Parijs geweest, dus ik wil niet telkens weer dezelfde foto's maken. Oh, mijn nagels breken af, by the way. Is dat ik... ik doe altijd eventjes screenshots maken van leuke locaties. En dan ga ik er altijd outfits bij bedenken. Ik hoor een raar geluid. Dus
Dat ga ik doen. Ik heb maandag eerst 2 shows trouwens. En daarna een cocktail van Dior. En ik had dit hele mooie vintage jasje van Dior laatst op Rebel gekocht. Die heeft ook hele mooie gouden knopen. En ik heb, tenminste ik mag van Dior een witte Dior tas lenen. Die laat ik maandag ook sowieso zien. Dus ik ga even hier een outfit nu als eerste bij bedenken. Ik ga eigenlijk gewoon per dag outfits uitzoeken. Dus let's go. Ik ga jullie alle outfits laten zien. Ja. Ik hou dus echt van wit. Dus de eerste 2 dingen die ik heb ingepakt is 1 wit kantjurkje. Ik zal linkjes hieronder posten. En deze witte jurk van Self Portrait. Want daar kan je nooit mis mee gaan. En ik doe ook sowieso trouwens even deze Gucci lopers. Omdat ze zo lekker zitten inpakken. En dan ga ik nu even bedenken. Ik dacht, deze schoenen zijn misschien sowieso wel nice bij deze outfit. Dus ik ga even kijken wat ik hier verder bij aan kan trekken. Oké, nou. Het inpakken is nog niet echt heel ver. Ik heb allemaal wat random dingen in mijn koffer gegooid. En ik ben outfits aan het uitzoeken. Maar ik had Vief net geappt en die heeft echt de perfecte jurk voor de Dior cocktail waar ik heen ga. Dus die ga ik lenen. En ik ga denk morgen verder. En dan laat ik jullie morgen anders nog wel even wat outfits zien. Wij hebben net, omdat we gisteren in slaap gevallen waren, La La Land afgekeken. En het is echt zo'n mooie film, hè, San? Zo mooi. Echt bizar. Echt. Als je hem gezien hebt, laat even een comment achter of je dat ook vond. En als je hem niet gezien hebt, go see it. We hebben hem op iTunes staan. Dus daar hebben we hem gekeken. En ja, ik moet nog wel een beetje wennen aan het ritme van elke dag vloggen. De dagen gaan zo snel voorbij. Helemaal in het weekend. Olly slaapt inmiddels ook en ik ga mijn make-up eraf halen. En zoals jullie gisteren gezien hebben, was mijn cleansing olie op. Dus ik ga nu Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil gebruiken. Deze. Dus ik laat jullie wel zien. Ik pak altijd gewoon wat er staat. Dus dit is de volgende. En als ik het niet goed vind, stop ik ermee. En als ik het wel goed vind, zoals die van Sisley, echt I love it, dan ga ik ermee door. Maar this one is up next. Dus jullie gaan het horen. Dus die ga ik gebruiken. En ik moet echt niet mijn oogcreme trouwens ook hebben. En is dit niet oogcreme toevallig? Nee. Ik zou even door mijn stash moeten gaan. Ik heb vast wel ergens iets. Heb jij oogcreme nog, Sam? Nee, hè? Ik heb vandaag oogcreme besteld. Bij Sisley. Ja, I know. Die Sisley, alles van Sisley is goed. Ik gebruik wel die olie weer. Dus gezicht wassen. Nou, wij liggen weer in bed. Het is 12:30 of zo. 1 uur. I don't know. En voor degenen die vragen wat ik af en toe op mijn gezicht smeer voor puistjes. Dat is vitamine A crème. En dat kan je in Nederland niet kopen. Je kan het in Parijs kopen. Tenminste, crème met een hoog percentage van vitamine A. Je mag het overigens niet gebruiken als je zwanger bent. Echt absoluut niet. En je kan het via je huisarts bij de apotheek krijgen in Nederland. En het werkt best wel goed. Ja, ik hoop dat jullie de vlog vandaag leuk vonden. Het was een beetje zijdag, zaterdag. Morgen ga ik verder met pakken naar Twente. En dan maandag naar Parijs. En heel erg bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen weer.